Ik ben op een hele speciale plek. Ik ben in Paramaribo, ja. We zijn bij het Cotton Museum en ik ga op de deur kloppen. Ik kan hier volgens mij helemaal niet langs. Ik kan hier helemaal niet langs. Dus ik moet omdraaien. Ik loop weer terug. Ik loop de goede kant op nu. Kijk eens hoe mooi. Kijk dan. Welkom. Hallo. Fantastisch! Wat is het hier mooi zeg. Ik ga u netjes een handje geven. Christine van Russel hiernaar. Mooie naam ook, mooie naam. En een hele mooie naam. Zullen we even een rondje draaien? Kijk eens. Ja. Wauw. U heeft al iets heel moois op uw hoofd. Ja, ik dacht het grote bezoek. Het grote bezoek. Nee, meestal is het zo als we gasten krijgen, doen we het een beetje in gepaste vorm. Hier op de foto zien we dan mijn overgrootmoeder in het midden. Zij was een kotomissie. Dus deze dame? Ja. Zij ging niet anders gekleed dan in koto. Kijk, dit is dus de koto die we net zagen op de foto. En de ruiker is weer een bloemstuk. Dit is een bloemstuk, zoals u hebt meegenomen. Alleen zetten wij dan schuimpjes, wij kennen het als zoentjes. Zo. Je hebt ook pruimenruiker, maar je hebt ook de anissa-ruiker. Als we dus gaan kijken. Klinkt verleidelijk. Ja, dus als we gaan naar verjaring, dan lopen we meestal in een stoet. En dit is dan, heb je op je hoofd. En dan piep, 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 piep. En op die manier kom je aan. En dan geef je dit ook cadeau aan de jarige. En nu ben je binnengekomen zo met een bandje. Maar ik denk, dat bandje van je is ook wel mooi. Maar ik denk dat we ook een mooi bandje voor je hebben. Het wordt helemaal gestyled. Ik vind het heel mooi. Ja. Het heeft diepte. Het is een beetje 3D. Ja, ja. Die Anissa gaat helemaal in de 3D. Nou, ik nodig je uit, dan gaan we naar boven. We gaan naar boven. De bovenkant van het Cotton Museum. Kijk, oeh. Ja. Sorry, mijn missie. En dan zien we allemaal mooie missies. Hier vertel ik vooral het verhaal van de Anissa. Als je zo kijkt, zie je echt de verschillende bindwijzes. Maar je ziet ook de Anissa's zoals ze geïmporteerd werden naar Suriname. Lanji Anissa's zeggen we dan. Maar we gaan een beetje kijken eerst naar de bindwijze. We zien hier een feestdoek. Terwijl wij overlijden, dan heb je allemaal fijne punten en dan heb je eigenlijk geen pracht en praal, hè? Zo sober mogelijk. Deze is de Afrankeri, dat is de pronkster. De pronkster. Ja, ze laat dus zien wat ja, ze heeft. Ja, we zien het. Dit is de hoofddoek en de kotto, zoals ze dan ook vier kottos op elkaar, weet je, echt helemaal. Vier kottos? Ja, vier kottos op elkaar. Dat is behoorlijk warm. Ja, ja. Nou, in Suriname? In Suriname, maar het is katoen. Ja, het is ademt. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie. Met afgewerkte handjes. Dan zie je een wachtman op de hoek. Gewoon naar de hoek. En dan zie je hier, dan heb je eigenlijk die hoek al bereikt. En hij is een beetje aardig bevonden. Hij mag je volgen naar huis. En dan is dit de volgmee. Je ziet het, de bindwijze is totaal anders. Voorkant niet. Bij de Surinaamse doeken zetten we het in de achterkant. Het is die chance die je maakt naar die man toe. En die man die had het ook. Die had in zijn achterzak, kwam zijn zakdoekje uit. Wat betekende dat? Volg mij. Alleen de doeken met een rand, die kregen de naam. En dat zijn oddo's. En een oddo is een spreuk, is een gezegde. Dit bijvoorbeeld heeft als naam meegekregen: Je abakoni verkies niet, maar je abakoni verkoor niet. Je hebt de chance gehad om het hof te maken, maar niet de romans om het te verhogen. Dus ze zijn uit elkaar. Hallo Natasha. Hoi. En Natasha die gaat me veel meer laten zien over hoe je een Anissa zelf vouwt. Dat valt dus eigenlijk onder de ruziehoofddoeken eigenlijk. Oh! Moet je één punt hebben, moet je twee punten hebben.
En dan gaan we hem spelden. En deze zouden we dus nu ook kunnen doen? Ja. Maar ik wil eigenlijk geen ruzie maken. Die betekenis weegt niet zo zwaar meer. Alleen als je naar een begrafenis gaat of ga je naar de kerk, dan doe je liever geen vida af. Ik doe deze af. Of vind ik deze echt prachtig ook. Ja, hij zit lekker. Kijk, helemaal tof. Natasha, dankjewel. En ik ben helemaal ready om te gaan zwieren door Paramaribo.